Wij wilden ze niet delen, zij wilden ze graag hebben, maar wij hebben ze gepakt. Bovenaan het rechter rijtje staan we nu, dus dat is een mooi resultaat. We hadden vandaag ook weer een pupil van de week. Dat is Joren. Staat hier. Applaus voor Joren. Hey. Joren, kom er even bij. Want jij mocht vandaag pupil van de week. Kom hier, dan kunnen ze jou ook zien. Dan zitten ze alleen maar naar jouw rug te kijken. Ja, want jij speelt bij ons, hè? En in welk team zit jij? Nee. En op welke positie speel je daar? Verdediging. De verdediging. En best leuk om te vertellen, want Joren is pas lid. En hij werd in de D4 geplaatst. En al heel snel is het beter gezien dat hij wel wat talent had. Dus hij mocht in de D2. Maar hoe snel was je in de D1? Twee weken. Twee weken later mocht hij in de D1. Hoe vond je het vandaag? Gaaf. Heb je nog wat geleerd vandaag? Ja, overzicht houden. En hoe doe je dat? Door hem te kijken. En van wie heb je dat geleerd vandaag? Kan niet van overgeven zijn. dat kan niet. Van alle spelers. Van alle spelers die gespeeld hebben. Je hebt ook nog een speler uitgekozen, hè? Want iedere pupil van de week mag altijd een speler uitkiezen die hier dan nog even met hem voor hem komt om een cadeautje te geven. Wie heb jij uitgekozen? Kai. Nee, volgens mij was het nummer 7, toch? Ja. Ik moest ook even spieken wie nummer 7 was. En waarom had je Jair uitgekozen? Oh. Hij toch met die bal, hè? Ja. Duels. Dat hij duels wil. Ja. Okay, nou, dan heb je het goed gedaan, denk ik, hè? Jij heeft een cadeautje voor jou. Dat is de bal met handtekeningen van alle spelers. Een fotootje. Ja, allereerst bedankt voor de Man of the Match Award. ja, hier een mooie bal. Ik hoop dat je het ook plezier had voor. En dan hebben we Kai, die is groot, dat is natuurlijk onze aanvoerder. En we hebben ook nog een extra cadeautje, dat is een bandje. En daar gaat Kai wat over vertellen. Die krijg jij van hem. En dat is een speciaal bandje. En dan gaat Kai aan jou geven. Johan, weer bedankt dat je aanwezig was. En daarbij wordt een bandje, dat je eigenlijk bij ons wordt. En we hopen dat je elke week uit komt kijken, want jij wist niet veel van de groep af. En na vandaag hopen dat je vaak komt kijken en dat je het meer over de groep weet. En we hopen dan nog de wedstrijd te winnen en dat jij erbij komt. Nou, dat is een mooi cadeau, toch? Dan hebben we nog een. Ga ik eerst nog even naar de sponsor van de week. En dan doen we daarna nog een ander dingetje. Sponsor van de week is Hoefnagel. Hoefnagel, ze zijn helaas niet aanwezig, verhinderd. Maar de sponsor van de week krijgt altijd de aanvoerdersband die jij omgehaald hebt. Die gaan we ook nog aan ze uitreiken. Ze zijn al 5 jaar sponsor van Cercle DCB. En ja, we hopen dat ze nog heel veel jaren verbonden zullen blijven aan ons. En Kai, dan wil ik nog heel even naar jou. Want vorige keer. Toen ging het een beetje warrig, maar we hadden nog een cadeautje voor jou. Althans, wij niet, maar de supportersvereniging. Michel van de supportersvereniging die staat te filmen, dus hij kan het niet aan je geven. 100 wedstrijden waren het toen. En hier nog een beeldje voor jou, alsjeblieft. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne middag.